Ik ben moeder geworden. Bedankt dat je dat ziet om mij. Ik weet niet of ik jullie daarvoor moet bedanken, maar alleen. Maar ik had het niet over uiterlijk. Ik heb het over van binnen. Mijn uitstraling. Die is heelgans veranderd. Ik ben ik volledig anders. Vroeger was ik veerlemalsgaard. En voor de mensen die mij van vroeger kenden, vroeger was ik zo. Auw. Eeps. Terwijl nu ben ik veel meer... Ewe! Een kiekeboe! Een kiekeboe! Apoef! Is dat op die strijd? Apoef! Ewe! Dat is toch een heel ander type, vind je niet? Ik was vroeger ook heel luid, hè? Vroeger was dat zo van, pump up the jam, pump it up. En don't you know, pump it up, brup. En dat is zo van... En zo, banzai, tsai, tsai, tsai. En dat was dan van 's morgens, hè. Terwijl nu is dat veel meer van... Shh, de baby slaapt. Je moet stil zijn. Want als de baby slaapt, moet hem laten slapen. Want anders... En huilen is het geheime wapen van baby's. Daarmee krijgen die klootzakken iedereen kapot. Want zij moeten ergens zijn, hè. Zij kunnen blijten zo lang en zo veel als ze willen. Dus als de baby slaapt... Shh, ik loop naar mijn eigen kot. Gelijk een inbreker. Gelijk Gargamel. Met de stem van Aerosmith. Zelfs tijdens de seks. En klaar. Sst. En als er iemand aanbelt. Ding dong. Ik wil op een bel etage. Ik moet naar beneden. En ik heb zo'n zigzagtrap. Ik trek die deur open. Zeg, godverdomme, jong. Wie belt erna om 2 uur in de namiddag? De baby slaapt. Zat. Dat is toch een heel ander type, vinden niet? Dat is seksueel dimorfisme, meneer. Je hebt dat bij sommige diersoorten, je hebt dat ook nog bij bepaalde mensensoorten, bij iets marginalere families. Zie je dat tikkes, dat wijf 10 keer groter en lelijker en dikker is dan dat manneke in dat trainingspakje.